Arnhem beleeft dit jaar een koude dodenherdenking en bevrijdingsdag. De temperatuur komt op beide dagen uit op ongeveer 10 graden. Dat is al fris, maar door de koude noordwestenwind voelt het aan alsof de temperatuur rond het vriespunt ligt. Zaterdagmiddag is het weer haast winters. Vanuit het noordwesten zullen felle buien over het land trekken en daarbij is kans op onweer en hagel. Ook kan hier en daar natte sneeuw vallen. De temperatuur stijgt naar 9 à 10 graden, maar tijdens de buien daalt het kwik naar een graad of 5. Op zaterdag 4 mei herdenken we in Arnhem op meerdere plekken de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog met bloem- en kransleggingen in het kader van de dodenherdenking. Op bevrijdingsdag wordt in Arnhem het Flow Freedom Festival georganiseerd in Park Sonsbeek.